Hoe kan je de hele wereld zo roepen dat hij anders moet en anders gaat worden, als je überhaupt je eigen fractie als zo'n puinhoop regeert? Waar u uw eigen mensen beledigt. Waar u een verkiezingsprogramma maakt wat een vod is van een A4 wat niet kan. Waar uw eigen mens niet eens inspraak in geeft. Mijn oproep aan u, als wij als politici willen dat Nederland ons vertrouwt, dan moeten we beginnen met zelf het goede voorbeeld te geven en geen slachting aanrichten onder je eigen mensen. De heer Wilders. Voorzitter, bij mijn voorstellen voorkom ik een slachting onder mijn eigen mensen. En dat is heel goedkoop om waar ik hier een visie neerleg over de islam om te beginnen over wat er in mijn fractie wel of niet gebeurt. Ik ga er ook niet op in. Wat u ook vraagt, ik zal er niet op ingaan. Wat er in mijn fractie gebeurt, gaat u helemaal niets aan. Maar het zou u sieren. Het zou u echt sieren als u met mij mee zou gaan. Want ook u heeft politiek correcte opmerkingen. Probeert mij de les te lezen. Probeert nou mijn fractie erbij te betrekken. En het verkiezingsprogramma wat mensen wel of niet zouden hebben gezien. Dit gaat om het voortbestaan van Nederland. Wees niet zo'n klein mannetje om met dat soort interrupties te komen. De heer Buma. Als je als politicus de wereld op een bepaalde manier verandert, dan begin je bij jezelf. Dan begin je bij je eigen omgeving. En het feit dat u niet eens in staat bent om uw eigen club op een normale manier te regeren en een verkiezingsprogramma te maken wat echt een minachting is voor de Nederlanders, dan kan ik u zeggen, dan kunt u beter tegen uw eigen fractie dit verhaal houden dan dat u het in het publiek houdt. De heer Wilders. Ja, voorzitter, ik heb daar werkelijk niets op te zeggen. Die plannen van de PVV verschillen niet zo heel veel met die van Erdogan. Waarin verschilt u eigenlijk van Erdogan in al uw plannen om de rechtsstaat te verdedigen, meneer Wilders? De heer Wilders. In alles. In alles. De islam, mevrouw de voorzitter, breekt onze rechtsstaat af.